Een tourmanager is een persoon die ervoor zorgt dat tijdens een tour van een act, zoals een band, alles perfect verloopt. Er zijn wat dat betreft allerlei werkzaamheden te onderscheiden in de voorbereiding, tijdens de tour en na afloop. Bij de voorbereiding is het bijvoorbeeld belangrijk dat een tourmanager zaken controleert. Denk maar aan de hoogte en breedte van deuren om te zien of de geluidsinstallatie of lichtinstallatie erdoor paast. In de voorbereiding is het ook van belang om bijvoorbeeld accommodatie te regelen en een reisplan uit te stippelen. Er is dan ook sprake van een combinatie van technische, financiële en praktische organisatie ter voorbereiding, uitvoering en na afloop. Het regelen van vergunningen kan bijvoorbeeld ook deel uitmaken van de taken net als het gereed maken van kleding voor het optreden plaatsvindt. Een tourmanager heeft met veel andere partijen contact, zoals met betrekking tot het checken van technische vereisten in afstemming met de organisatoren. Een tourmanager heeft als taak tijdens de tour in begeleiding te voorzien en alle organisatorische aspecten op zich te nemen. Denk daarbij ook aan het inplannen van tijd voor het lossen van installaties en het inladen ervan. Bovendien is een tourmanager een directe tussenpersoon tussen bijvoorbeeld een band en een promotor. Daarbij is er sprake van een verantwoordelijkheid van het doorgeven van bepaalde voorkeuren, net als eisen en eventuele klachten. Er is tevens op persoonlijk vlak een rol te vervullen als tourmanager. Bijvoorbeeld als er sprake is van oneenigheid tussen crewleden of als een lid van de band het even niet meer ziet zitten. In dat opzicht is er een vertrouwelijke band aanwezig. Mochten er zich onvoorziene gebeurtenissen voordoen, of doen men er praktische problemen op, dan is het de taak van een tourmanager om in een oplossing te voorzien. Een andere benaming is ook wel concert-tourmanager.